Een hele goede middag. Goedemiddag allemaal. Als het goed is, hebben we verbinding. Maxima spopis gratias ago quod nomen dedistis, hoe ik cursui. Namens het, ik zal het in het Nederlands doen, jongens. Straks zal ik wat dingen in het Latijn doen. Langzaam druppelen ook nog wat mensen binnen, zie ik. Er hebben best wel wat mensen zich opgegeven. Zijn we ongeveer met 40. En straks misschien nog wel met wat meer. Namens het Rijksmuseum van Oudheden heet ik jullie, hartelijk welkom bij het middaggedeelte van deze Dies Latinos, de 8e iteratie daarvan. Vanochtend hadden we een lezing die meer inging op de theorie van taalverwerving. Hoe leren we eigenlijk een taal? Ik zal daar straks een korte samenvatting van geven. Ik zal eerst kort vertellen wie ik ben. Wie weet, eerst anders, we zijn toch nog een beetje aan het wachten. Kort in het Latijn en dan kort in het Nederlands. Ergo, mie nomen est Casparius, ut videtis magister linguae latinae, et graecae sum, tiam possumus dicere utriusque linguae. Et maximo cum gaudio meus discipulos viva quae vocatur ratione linguam latinam et graecam docio. Per quinque annos docui in quodam gymnasio, et nunc praesertim operam do in mea propria scola, cui nomen est Adisco. Et velim vobiscum hodie praesertim loqui de varis lingua latinae docendae et discendae rationibus. Nou, dat is best heftig als je nog nooit eerder iemand Latijn hebt horen spreken. Nogmaals, mijn naam is dus Casper. Ik ben oprichter van Adisco, onderwijsinstituut in Hilversum. En dit is een cursuscentrum waar we met een klein team lessen geven over de Griekse en Latijnse taal en cultuur. En met name onze taallessen geven we op zo'n manier dat het voor een breed publiek toegankelijk is, zonder verder in te boeten aan niveau. En we maken daarbij gebruik van een aantal manieren die in die zin al zo oud zijn als de weg naar Rome, namelijk de meest natuurlijke manier waarop mensen een taal leren. Zij focussen zo min mogelijk op de grammatica en op het stampen van woordenlijstjes. Maar in plaats daarvan focussen we ons, we hebben eigenlijk een combinatie gemaakt van inzichten van taalvervingsonderzoek en een combinatie gemaakt met meer traditionele manieren van werken. Echt dan niet grammaticaal vertaalmethode wat nu bekend staat als traditioneel, maar verder terug in de tijd. En ik zal daar straks kort een samenvatting van geven. De bedoeling van vanmiddag is dat ik, na de samenvatting van hoe leren we een taal, een aantal werkvormen laat zien. In die zin meer de praktische vertaling van de theorie waar ik het vanochtend over heb gehad. En ik heb last minute een aantal dingen nog moeten veranderen net in de tussenpauze tussen de twee lezingen in. En dat kwam omdat ik bij de eerste stream, en zo zie je hoe machtig Google is en wat ze allemaal wel niet van je weten, ik liet een kort fragmentje zien van een lezing van Stephen Gresham. En daar kom ik dan zo, maar Stephen Gresham die heeft er is een fragment dat ook op, tenminste ik heb het toen de tijd op YouTube gevonden. Maar ik was dat dus aan het afspelen en toen kreeg ik een melding groot in beeld van, oh, let op, je laat auteursrechtelijk materiaal zien en we moeten je stream nu uit de lucht gaan halen. Dus ik heb hem toen snel op stop gezet, zodat dat niet zou gebeuren. Maar dat betekent dat, zoals net met het voorstellen, ik had heel veel plaatjes, maar er staan natuurlijk allemaal cursisten van me op en gezien de privacywetgeving en dergelijke, gaat dat niet. Het andere wat ik wilde doen, dat heet met een mooi woord movie talk. Dat is een filmpje laten zien en dan bij de verschillende frames iedere keer op pauze drukken. En dan de plaatjes die dan in beeld zijn omschrijven. Dus een kort stukje straks aan het einde kan laten zien. Ook even kijken hoe het uitkomt met de tijd. Maar ook daar, als ik het filmpje laat zien, heb je weer kans dat YouTube gaat piepen van, ah, je laat iets zien wat auteursrechtelijk beschermd is. En dat is normaal gesproken natuurlijk, moet je daar altijd al goed op letten. Dat je netjes omgaat met materiaal waar mensen tijd en energie in hebben gestoken. Maar normaal gesproken met dit soort meer educatieve, voor het educatieve doeleinden zijn de regels iets wat opgerekt. Maar ik wil liever geen risico lopen. Dus ik heb wat dingen veranderd en we zullen zo zien hoe dat uitpakt. Dit is het plan. Normaal gesproken zou ik op dit punt vragen over wensen of vragen of verzoekjes zijn. Dat mag tussendoor natuurlijk ook. Maar zoals jullie zien, dit is een livestream, een ander woord een webinar. Dus het werkt iets wat anders, ook voor mij. Vanochtend was mijn vuurdoop. Ik heb afgelopen maanden uiteraard via online middelen lesgegeven. Maar dan was het altijd mogelijk om mijn cursisten te zien. En jullie zien nu, als het goed is, mij wel. Maar ik zie jullie niet. En ik moet zeggen, dat is toch wel een heel bizarre manier van werken. Dat betekent dus ook dat er iets minder interactie nodig is. Misschien aan de rechterkant hebben jullie gezien, er zijn ook al een paar mensen die
net naar aanleiding van mijn introductie gereageerd hebben op het Latijn. Het klinkt inderdaad een beetje als Italiaans. Latijn is in feite oud-Italiaans. Maar er zijn wel verschillen. De Italiaanse uitspraak legt een zwaardere nadruk op bijvoorbeeld de eind-M en de eind-S. Dus Julius klinkt dan als Julius. Of Servum als Servum. En dat doe ik niet. Andere grote verschil is de uitspraak van de C. Die ik altijd hard uitspreek. Zoals volgens de gereconstrueerde uitspraak voorgeschreven wordt. In de Italiaanse of de ecclesiastische uitspraak zie je dat de C voor een I, een E of een Y klinkt als een Tj. Dus Paternoster qui es in caelis, klassieke uitspraak, of Paternoster qui es in caelis. En ook de AE, een ander groot verschil, die we in Nederlands en in de Italiaanse of ecclesiastische uitspraak meer uitspreken als een E, klinkt in de gereconstrueerde uitspraak altijd hard als een AI. Een paar jaar geleden een interessant interview daarover gehouden met Jona Lendering, is ook op YouTube terug te kijken, over de klassieke uitspraak en hoe we weten. Tot op zekere hoogte hoe het Latijn geklonken moet hebben. Dus ik spreek Latijn volgens de gereconstrueerde uitspraak, maar het heeft inderdaad iets weg van Italiaans. Komt mogelijk ook dat ik veel trainingen ook geef in Spanje en in Italië en door de Mediterraanse invloeden en de andere Latijnsprekers die ik daar hoor, mogelijk dat mijn uitspraak ook iets wat die kant op geschoven is. Ut ut est. Mijn plan was dus om met jullie een aantal werkvormen te doorlopen naar de samenvatting. Maar als je de gelegenheid hebt, moet je ingelogd zijn op YouTube. Dan kun je aan de rechterkant via de chat me vragen stellen of opmerkingen maken, suggesties doen. Ga zo maar verder. Het is aangekondigd als een interactieve workshop. Ik ga mijn best doen, maar het is, als ik jullie niet kan zien, is dat zo goed als onmogelijk. Dus we gaan kijken hoe dat gaat. Vanochtend heb ik aan de hand van theorie van met name Crashen, maar heel erg belangrijk om te benadrukken dat dit iets is. Dus een onderzoeker die inmiddels met emeritaat is, maar dat zijn theorieën nog altijd staan. Veel kritiek te verduren gekregen, in die zin dus ook controversieel. Dat past mooi binnen het thema van de Week van de Klassieken. Toch heb ik hem expres weer eruit gelicht, omdat zijn theorieën al dus best wel oud zijn. Meer dan 40 jaar verkondigt hij al en laat hij op verschillende manieren, met name docenten, weten hoe ze het beste een taal zouden kunnen onderwijzen. En hij is een beetje een roepende in de woestijn, met name in het begin geweest. Hij kreeg veel kritiek, met name door onderzoekers die gefinancierd werden door de grote taalboekenmakers, uitgeverijen. En hij heeft altijd zich dapper geweerd en gereageerd op kritiek. En inmiddels ruim 500 publicaties op zijn naam. En vele andere onderzoekers zoals Benico Mason, Bill van Patten. En ik kan hier tientallen namen gaan opsommen. Dat nu niet heel veel zin heeft. Maar verschillende mensen die vandaag de dag nog werkzaam zijn binnen de taalwetenschap. En onderzoek doen naar hoe mensen een eerste en tweede, derde enzovoort taal verwerven. En ja, die blijven zijn theorie onderscheiden. Theorie is super simpel. Waarlijk zo simpel dat het moeilijk is om toe te passen. Voor in ieder geval een groot deel van de taaldocenten, om de een of andere reden. Zijn theorie is als volgt. Wij verwerven bedoelt hij meer op een onbewuste manier, taal oppikken, een taalgevoel ontwikkelen. Wij verwerven een taal op één manier. En dat is voor iedereen min of meer hetzelfde. En dat is wanneer we taal begrijpen, veel input krijgen in de taal. Dus doordat we veel lezen of veel luisteren. En die input moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Die input moet allereerst begrijpelijk zijn. Zodra we niet begrijpen wat er wordt gezegd, dan is het niet meer te volgen. En dan kunnen we net zo goed stoppen. Dan heeft het geen zin om naar een spreker te luisteren. Tweede, wat belangrijk is dat die input rijk is. Dus het moet ook niet zo'n simpel en uitgeklede versie zijn van de taal. Door bijvoorbeeld alleen maar zinnetjes te maken met de enkelvoudsvormen of alleen maar zinnen te maken in de ik-vorm. Rijke taal, alle constructies, alle woordsoorten moeten aan bod komen en moeten in de taal zitten. Maar op zo'n manier gepresenteerd worden dat het begrijpelijk is voor de leerling. Ten slotte, derde belangrijke voorwaarde is, het zijn er uiteindelijk vier, is dat die input, dat is heel fijn, dan haal ik ze allemaal. Dus het moet begrijpelijk zijn. Tweede is wat ik net zei. Die input die moet dus begrijpelijk zijn. De input die moet rijk zijn. Derde is die input die moet interessant zijn. Hij noemt het zelf compelling. Dus compelling, comprehensible input moet zijn compelling. Heel erg interessant. Zo leuk dat leerlingen bijna vergeten dat het in een vreemde taal is. En de vierde belangrijke voorwaarde voor taalverwerving is dat je heel veel input moet krijgen. Dus echt gigantische hoeveelheden. Niet maar 10 regels per uur lezen. Maar echt meters maken. Vele, 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 vele regels. Vele pagina's, liefst complete boeken lezen. Dan hebben we een probleem bij klassieke talen. Er zijn natuurlijk niet heel veel eenvoudige teksten. Merendeel
van de teksten waar we op focussen zijn literaire teksten. Toch om op dat niveau te komen is het belangrijk om die eerste opstap wat eenvoudiger te houden in eerste instantie. Maar dus nogmaals, wel begrijpelijk en rijk. Dat was de theorie. Toen heb ik een aantal dingen laten zien wat een docent kan doen in theorie. Ga ik nu niet doorlopen, kom ik straks aan het eind op terug. Eerder ga ik straks wat dingen laten zien. En dan komen we op deze tweede figuur die ik vanochtend niet heb genoemd. Dat is een andere onderzoeker, James Asher. Die is eigenlijk eerder begonnen met dat taalvervingsonderzoek in de jaren 60 al. En hij is de zogenaamde grondlegger van TPR. Total Physical Response. En ook dat, als je in oude Latijnmethodes kijkt. Misschien hier. Dit is typisch, ik hoor dat ik ter plekke ineens bedenk, oh, dat wil ik ook nog vertellen. Ik heb vlot verteld dat ik een gigantische verzameling heb aan Latijn methodes. Dit is een oude methode van rond 1900. Het heet ook Lingua Latina, maar er zijn wel tientallen methodes die Lingua Latina heten. En dit is geschreven door leerlingen van Rouse. En als je kijkt in de eerste les, nogmaals, meer dan 100 jaar oud deze methode, dan begint de les met een docent die commando's geeft aan zijn leerlingen. Dus je krijgt hier bijvoorbeeld dat de docent zegt, recita. Dat betekent, draag voor, lees op, lees hardop voor. Responde, geef antwoord. Surge, sta op. Concide, ga zitten. Dic, zeg. Wenni, kom. En dan daarna krijg je vragen daarover. Quid facis, wat ben je aan het doen? En dan zegt de leerling, recita, ik ben aan het voordragen. Quid facio, wat ben ik aan het doen? Recitas, jij bent aan het voordragen. Quid facit, wat doet hij? En dan is het recitat, hij draagt voor. En zo loopt het door. Er zijn heel veel lesjes dus waarin met name wordt gewerkt met vraag-antwoordpatronen en met commando's. En dat is eigenlijk precies wat dus in de jaren 60-70 de naam kreeg Total Physical Response. Totaal fysiek antwoord. Een gekke weergave zo in het Nederlands. Maar het betekent dat de docent commando's geeft aan zijn leerlingen in de doeltaal, dus in dit geval in het Grieks of in het Latijn. En dat de leerlingen dat dan gaan uitvoeren. Nou is het wel zo dat best wel lastig is in het begin. Als ik zeg tegen leerlingen, toe, surge, ambula tabulam electronicam, summe calamum, ecce, hic est calamus, summe calamum et scribe nomen tuum literis graecis. Nou, ga maar doen. Als ik nog niet eerst dat heb uitgelegd of heb laten zien wat dat betekent, is dat ondoenlijk voor een leerling. Dus de grap is met Total Physical Response dat de docent het heel laagdrempelig maakt, zorgt dat de leerlingen succesjes kunnen gaan boeken en stap voor stap ondergedompeld worden in de taal. En wat je dan kan doen, dit is nu dus op deze livestream manier eigenlijk ondoenlijk, niet te doen. Maar als ik een zaal voor me zou hebben, ik zou dan twee stoelen neerzetten. Ik zou op een van die twee stoelen gaan zitten. Vragen of er een vrijwilliger is, die is er meestal wel. Die komt dan naast mij zitten. En dan zeg ik dat diegene zich geen zorgen hoeft te maken, dat er niks engs gebeurt. Dat ik ook geen dingen zal opdragen om te doen die ik zelf niet zou doen. En het werkt dan als volgt. Ik geef korte commando's, in dit geval Latijn. En dan vervolgens. Ik zal mijn bril even uitzetten. En dan die commando's die. Als je niet begrijpt wat ik zeg, dan kijk je simpelweg naar mij, wat ik doe. En op die manier wordt dan duidelijk wat de bedoeling is. Dus bijvoorbeeld als ik op die stoel zit. Zal ik het scherm iets draaien? Dan kan je zien, ik zit nu op een stoel. En ik heb dan iemand naast me, moeten we er even nu bij bedenken. Vanwege de coronamaatregelen mag ook nu niemand naast mij zitten. En dan kan ik tegen de leerling zeggen, surge. De leerling snapt dat natuurlijk in eerste geval niet. Dan kan ik zeggen, ja, surge, dat is een imperatief tweede persoon. Komt van het werkwoord surgere, is van de derde conjugatie. En dat betekent zoiets als opstaan. Dus als ik surge zeg, betekent het dat jij moet opstaan. Sta op. Nou, dan snapt hij het en dan zal hij opstaan. Maar zo gaan we niet doen. Ik ga niet uitleggen hoe het grammaticaal in elkaar zit, maar ik laat het zien. Dus ik zeg, surge. En ik sta zelf op. En dan gaan we weer met mij mee. Dus de leerling die zal dan zien dat ik opsta en dat nadoen. Dus het werkt via imitatie. Daarna kan ik bijvoorbeeld zeggen, concide. En ik ga dan vervolgens weer zitten. En de leerling zal mij dan nadoen. Dit herhalen we een paar keer. Na verloop van tijd hoef ik niet meer op te staan en te zitten. Ik kan lekker op mijn lauren gaan rusten en commando's geven aan de leerlingen. En de leerlingen zullen die klanken die ze gehoord hebben, koppelen en dan onbewust gekoppeld hebben aan die verschillende acties die ze hebben gedaan en hebben gezien dat ik dat deed. En op die manier, het klinkt heel simpel, het is het in theorie ook. Het is best wel lastig om het te doen, want je moet snel op de commando's kunnen komen. Er moet een bepaalde lijn in zitten, een opbouw. Maar als je dit goed in de vingers hebt, deze didactiek, dan kun je in feite met een stoel en een leerling en een docent de complete Latijnse grammatica doorlopen.
Aangezien ik nu moeilijk mijn publiek kan peilen, ik ga er zo vanuit dat er een aantal leerlingen, studenten zal kijken, belangstellenden, mogelijk ook docenten. Zal ik een wat gevorderder voorbeeld geven. Na verloop van tijd, vanochtend ook uitgelegd, als je veel input geeft aan je leerlingen, zal het resultaat zijn, ook al is dat niet het doel, dat na verloop van tijd zij in staat zijn om output te geven. Dus stel ik zeg tegen een leerling, surge. Dan na een paar weken, dan zijn ze een beetje zat. Dus krijg je leerlingen die zeggen, no lo surgere. Wat zoveel betekent als, ik wil niet opstaan. Nou, dat is dan perfect, want dan kan ik bijvoorbeeld de cognitief introduceren. Oh, die naam surgas. Wat een cognitief is, als wens. En waarbij ik dan mijn aangeef van, ik hoop dat je opstaat. Oh, mogen jij opstaan? Nou ja, en zo kan je ook dingen, hè, tibi surgendum est. Dat is een gerundivum. Waarbij nu tibi, een datief, een wat ingewikkeldere constructie, normaal gesproken laat in het curriculum wordt behandeld. Maar die kan ik best wel vroeg introduceren. Tibi surgendum est significate. Et debe surgere. Oporte te surgere. Nee, surgere. Dus het zijn op een gegeven moment kan je synoniemen gebruiken of gelijksoortige zinnen waarbij je toch ook best wel alles vrij snel gevorderdere grammatica kan doorlopen. Verder lijkt het nu heel erg een focus te hebben op de werkwoorden, maar je kan hiermee ook naamwoorden behandelen. Want je kan wat zeggen, surge ambula ad me. Nunc, ambula ad illum. Ambula ad januam. Pulsa januam. Ja, dus loop naar mij, loop naar hem, loop naar de deur, klop op de deur. Dus je kan ook met allerhande dingen die om je heen in een klaslokaal of in welke situatie je ook bent zijn, gebruik daarvan maken. En het aardige daarvan is ook hoe creatiever in die zin de docent daarmee leert denken, hoe meer combinaties je kunt maken. Je kunt een deur natuurlijk openen en dicht doen. Licht voor de hand, dat lukt misschien ook nog wel met een raam. Maar je kunt ook je mond open en dicht doen of je oren open en dicht doen. Je kunt je ogen open en dicht doen. Je kunt een boek open en dicht doen, een etui en ga zo maar verder. Woorden die, etui zal misschien wat lastiger zijn om dat in één keer te vinden, maar er zijn woordenboeken voor, ook online te vinden. Ik zal later wat links doorgeven aan de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. En heel veel is ook te vinden op ons weblog. Maar dit is bijvoorbeeld neolatinlexicon.org, is een website waar heel veel geattesteerde vormen te vinden zijn van ook moderne dingen. Dus een David Morgan die heel veel woorden heeft verzameld uit ook met name het latere Latijn, die betrekking hebben op modernere begrippen. En zo kun je gebruik maken van dus geattesteerd Latijn, weliswaar neo-Latijn, maar dan hoef je niet zelf een nieuw woord te bedenken voor een vliegtuig of een ander modern iets. Goed. TPR, wat ik al zei, voor nu deze presentatie leuk om gezien te hebben en gehoord te hebben. Je kan er heel veel mee, het is een heel erg krachtig didactisch middel, maar voor een livestream minder geschikt. Ander werkvorm die gebaseerd is op het onderzoek van deze en vele andere wijze heren en dames, is een werkvorm die heet TPR, Total Physical, eerst heette het inderdaad TPR, Total Physical Response, TPR, en dan de S stond voor storytelling. Maar langzaamaan is TPR een eigen didactiek geworden en gaan staan voor Teaching Proficiency for Reading and Storytelling. Uitermate geschikt voor Grieks en Latijn, omdat de Grieken en de Romeinen hebben de prachtigste verhalen die je maar kunt bedenken. Veel moderne series vandaag de dag zijn gebaseerd op dat klassiek verhalengoed. En niet alles van deze didactiek is geschikt voor Grieks en Latijn. Met name de vraag-antwoordgesprekken met leerlingen vind ik wat minder geschikt, omdat je dan vrij vroeg leerlingen al om output vraagt. Maar een heel handig onderdeel daarvan is het cirkelen met vragen. Nou heb ik hier een slide omgedraaid, dus dit wil ik dan eerst nog even noemen. Wat we nu zo gaan doen, is iets wat normaal super interactief is. Ik stel vragen, jullie geven mij antwoord. Dat kunnen jullie nog steeds doen natuurlijk, aan de andere kant van jullie scherm. Maar dan hoor ik het niet. Nou zou iedereen heel en masse antwoord kunnen geven op de chat, maar daar blijft het tot nu toe relatief stil. Dus wat straks met name, waar het op neer gaat komen, is weinig interactiviteit, weinig kans voor mij om te checken in hoeverre het aankomt. Nou heb ik daar in de loop der jaren enigszins gevoel voor gekregen, maar het vangnet is het volgende. Ik ga zo dadelijk Latijn tegen jullie praten. De bedoeling van deze workshop was om dat te doen op een niveau voor beginners. Ik wil ook wat gevorderdere dingen straks laten zien. En belangrijk daarbij dus, of je nou gevorderd of beginner bent, is dat je, nou ja, als je straks paniekgevoel krijgt van ik kan niet meer volgen, dat je rustig blijft. Met name probeer te focussen, niet op elk woordje afzonderlijk, waar je dat normaal gesproken wel zou doen bij Grieks en Latijn, maar hier gaat het meer om
het algemene wat er wordt gezegd. En nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen, fine, geef het aan als je het niet meer volgt. Het kan dus nogmaals via de chat. En ik probeer nu extra in te voelen wanneer er mogelijke moeilijkheden zijn. En wat ik hier normaal bij vertel is fouten maken mag, met name dus inderdaad als je antwoord gaat geven. Soms vloepen er dan dingen uit waarvan je denkt, van, nou, dat bedoelde ik helemaal niet zo. En dat komt omdat dat spontane taal is. Terwijl als je de tijd zou hebben gehad of het eerst zou hebben uitgeschreven, zou je minder fouten hebben gemaakt. Maar het gaat uiteindelijk bij taalverheffing ook om spontane taalverheffing, niet om wat je geleerd hebt. De TPRS waren we gebleven. Dit voor docenten een interessante manier om de lessen interactiever te maken. Behalve dan als je dus via YouTube een livestream geeft. Het systeem is als volgt. Ze noemen het in het Engels circling with questions. En het idee is dat je een ja-vraag, een nee-vraag, een A- of een B-vraag, dus een keuzevraag, open vraag stelt. Het zijn vier verschillende vraagtypen. Nou is het voor Latijn en Grieks dan eerst belangrijk om te weten hoe je het ja en nee zegt in het Latijn en Grieks. In het Grieks is ja gek genoeg nai. En nee is ook of oekie. Grieks ga ik verder niet meer over hebben, dus het is de laatste keer dat ik Grieks zeg. Alles wat ik vandaag doe is ook toepasbaar met Grieks, maar gezien ook het alfabet en aangezien ik dit voor beginners wilde doen, is dat misschien wat minder geschikt voor een eerste workshop. Dus verder ga ik nu op Latijn. In Latijn ja en nee. Zullen klassen die zeggen dat kan je helemaal niet zeggen in Latijn, maar zijn wel degelijk, zelfs bij Cicero, woorden waarmee hij een bevestiging of dus ontkenning uitdrukt. Bij Cicero vinden we bijvoorbeeld in een van zijn brieven etiam aut non. Etiam voor ja en non dan voor nee. Hier doen we het even ita en non binnen de Latijnsprekerscommunity zijn dit de meest gangbare woorden. Maar voor ja heb je ook certe, profecto, sane, nou, etiam dus net al genoemd. Er zijn heel veel manieren om los ja, of zeker, absoluut, op die manier aan te geven. Voor non, niet nee, is meestal dus inderdaad non. Heel stellig nee is mini nee. En de meest klassieke manier om ja en nee te zeggen is door een deel van, van de vraag te herhalen. Dus stel iemand vraagt, wie is nee, Coca-Cola, bibere, of je cola wil drinken. En dan kan ik zeggen, nolo, nee, dat wil ik niet. Of als ik het wel wil, volo, dat wil ik. Dus ik herhaal het werkwoord en dan in de betreffende persoon, de ik-vorm. Maar ook hier, als ik dat eerst helemaal in de was moet zetten voor een eerste les, dat je dan het werkwoord wat ik gebruik, dat je dat moet herhalen, al dan niet met een ontkenning. En grammaticaal is het niet heel ingewikkeld om het uit te leggen, maar om dat dus zo te kunnen doen en toe te passen, best wel. Dus het is veel makkelijker om eerst hier op te focussen. Ja, ita. Nee, non. En wat ik dan dus ga doen, ik stel een ja-vraag, dan kunnen jullie ita zeggen. Ik stel een nee-vraag, dan kun je antwoorden met non. Ik kan ook een keuzevraag stellen, ja of nee. Dus ik laat je kiezen tussen twee dingen. En ik zou uiteindelijk een open vraag kunnen stellen. Vaak ook docenten die ik een training heb gegeven, wat opvalt is als ze vragen gaan stellen, dat ze heel erg op de open vragen gaan zitten. Maar dat is nou juist de moeilijkste vraag, want dan dwing je een leerling om antwoord te geven, zonder dat ze kunnen terugvallen op een simpele ja of nee, of dat ze kunnen kiezen uit twee opties. Dus focus in eerste instantie als docent op dit. En als leerling kijk vooral ja, wat je al kunt zeggen en niet. Een voorbeeld, want dit is misschien nog een beetje abstract. Hier hebben we een elefantus. Olifant is in het Latijn. Om je eerste, dus eerst heel schools dus die vragen te doorlopen, wat ik dus kan doen, is een ja-vraag stellen over die elefantus. Dus ik moet allereerst natuurlijk genoemd hebben dat het een elefantus is, en mijn publiek moet weten hoe die ja en nee zegt. Nou, dat weten we nu. Ita, non. Ita. Dan. En dan die elefantus, als ik dat dan heb geïntroduceerd, ik zal er straks iets meer over zeggen, maar dan zou ik een ja-vraag kunnen stellen, bijvoorbeeld, estne elefantus. De meest simpele vorm van, is het een olifant? Estne elefantus. En dan zou het publiek allemaal zeggen, ita, en zeg ita recte, elefantus est. Ik zou ook een nee-vraag kunnen stellen, bijvoorbeeld, estne crocodilus. Minime non, est absurdum, non est crocodilus, sed est elefantus. Dus daar krijgen we, ja, dank voor de chatgangers. Ik heb nog enigszins gevoeld dat ik aan mensen les geef. Dan zou dus iedereen non hebben gezegd, of in dit geval geschreven. En dan herhaal ik iedere keer het antwoord. Dat herhalen van het antwoord heeft een didactisch idee daarachter, namelijk om zoveel mogelijk input, dus de leerlingen zoveel mogelijk van input te voorzien. Dus door iedere keer het antwoord te herhalen, en liefst daar iets aan toe te voegen, ja, komt er meer taal binnen en worden leerlingen iedere keer in staat gesteld om die taal op te pikken. Dus als ik zeg, estne crocodilus,
Nee, krokodilus. Dan zijn we eigenlijk al het vaagpartikeltje nee aan het oefenen. Antwoord is dan inderdaad dus non. En als ik dan het antwoord herhaal en zeg minime non est absurdum, non est crocodilus, sed est elephantus, zou ik, nadat ik dat een paar keer heb gedaan, ook al kunnen vragen naar het woordje sed. Hoe het komt, komt het. Ik word me nu ook heel bewust van, ik zie mijzelf dus op mijn scherm. Maar als ik vraag om een betekenis van een woord, dan is het alsof ik het woord tussen duim en wijsvinger vastpak. Dus mijn leerlingen, mijn cursisten, die weten, als ik dit doe, dan wil ik de betekenis van het woord weten. Dus ik heb vraag, esne, of nee, excuus, ik wil het dus nu weten, sed. Dus ik had gezegd, esne crocodilus, non est crocodilus, sed est elephantus. Wat betekent dat sed dan? Nu, misschien dat mensen het op de chat zetten. Ja, hartelijk dank. Dus maar, merendeel zal dat zonder problemen oppikken. Dat dat daar maar moet betekenen. En dat komt dus uit context. Zelfs als je dus nog niet eerder wist wat sed betekent in het Latijn. Door de context pik je dat op. Of begrijp je wat daarmee bedoeld wordt. En op die manier, door dus die antwoorden en die vragen met de leerlingen. Is er dus veel interactie. Zorgt voor leuke, interactieve lessen. Maar ook voor heel veel begrijpelijke input en heel veel herhaling. Dus ook die grote hoeveelheid die daar dus voor nodig is. En de taal is rijk. Want ik zeg niet alleen maar non est crocodilus, est elephantus. Dat is een beetje barbaars Latijn. Een Romein zou daar een voegwoord gebruikt hebben, met zet bijvoorbeeld. Om jullie te laten horen dat je best wel veel kan zeggen al over zo'n plaatje, ga ik iets meer over die olifant vertellen. En ook hier, geen paniek, kijk in hoeverre je het kan volgen. En gaat hier ook weer, enige ruis is niet erg, als je de hoofdlijnen maar kan volgen. Moet je maar eens kijken hoe ver je kan komen. Ik hou het heel simpel. Ergo, ecce, est elephantus. Et elephantus est animal magnum. Et elephantus habet magnas aures. Aures. Etiam Casparius, ego sum Casparius. Casparius habet aures. Et elephantus habet aures. Magnas aures. Et etiam habet caudam. Caudam. Ook hier, ik zou het interactief kunnen maken. Ik kan ervan. Habet ne Casparius caudam. Habet ne Casparius caudam. En dan zit er natuurlijk altijd een leuker tussen die dan zegt. Ita Casparius caudam habet. Maar of dan mijn antwoord zou zijn. Non minime. Casparius caudam non habet. Et elephantus caudam habet. Ik, op de chat zijn alleen maar optimi discipuli. En er zitten geen gemene antwoorden tussen. Super. Ergo, elephantus habet caudam. Is cauda. Habet caudam. Et elephantus habet duos dentes. Duos. Non tres dentes. Non quattro dentes. Duos. Duos dentes eburneos. Ergo, i dentes sunt dentes eburnei. Dentes eburnei. Non sunt dentes plastici. Non sunt dentes plastici, sed sunt dentes eburnii. Quid significat eburnii? Wat betekent dat eburnii dan? Eburnii. Ik ga toch, om je de tijd te geven om even na te denken, maar ook omdat ik toch wel merk dat veel mensen, toch een aantal mensen op de chat reageren, wat echt super is. Gratias, Bobbies. Ja, ivoor. Super. Dus eburnii komt van eburnius. En je hebt een woord ibor. Dus ebor en ebor voor ivoor. Maar eburnius betekent ivoren of van ivoor. Dus als we zeggen, elephantus habet dentes eburnios, dan zeg ik dat een olifant ivoren tanden heeft. En dat is eigenlijk de manier in het Latijn om te zeggen dat hij slagtanden heeft. Dentes eburnios. Elephantus habet crura. Quattuor crura. Uno, duo, tria, quattuor. Sunt quattuor crura. Habet quattuor crura. Bene. Habende Casparius quattuor crura. Minime. Non. Casparius non habet quattuor crura, ut elephantus, sed tantum duo crura. Ita, optime. Duo crura. Dus hier zeg, Casparius non habet quattuor crura, ut elephantus. Wat zou dat ut dan zijn? Casparius quattuor pedes, quattuor crura non habet, ut elephantus, sed tantum duo. Even koekeloeren. Ja, zoals. Ja, inderdaad, super. Dus Casper heeft geen vier poten zoals een olifant dat wel heeft. Dus je krijgt dan ut
in deze context zo anders. Als je goed gaat opzoeken in een woordenboek, dan schrik je te pletter, want dan staan er pagina's vol met verschillende interpretaties. Maar in deze context geen twijfel over mogelijk, het moet hier betekenen zoals. Ook hier, mocht je het nou toch verkeerd hebben geïnterpreteerd, geen man overboord, is helemaal niet erg. En belangrijk, als je dit dus als docent tijdens de lessen doet, is niet dat gewoon maar even zeggen en weer door, maar er even de nadruk op leggen en kijken of mensen het hebben begrepen. Want dan degene die dat nog niet goed hebben begrepen, of verkeerd hebben begrepen, of helemaal nog niet hebben begrepen, die horen dan van hun klasgenoten of cursusgenoten de juiste betekenis of interpretatie ervan, en zijn weer bij je en kunnen weer meedoen. Dan is het daarna fijn om het woord nog een keer te horen. Want ik heb nu dat zinnetje met oet maar één keer gezegd, en één keer oet horen, en nu weten dat het zoals betekent. Het voelt nou dat ik het heb behandeld, en dat is zeker op de traditionele manier van lesgeven. Hey, je hebt je woordjes geleerd, dus je kent je woordjes. Ja, zo werkt het niet met leren. Dus, en ook niet met doseren. Ik kan wel nu een les ergens over houden, maar kan ik er niet van uitgaan automatisch dat iedereen het dan weet. Dus hier met dat oet is dan fijn als het nog een keertje terugkomt. En dat kan ik simpelweg doen door nog een keertje te zeggen. Ergo, Casparius non habet quator crura ut elepantus. Casparius duo. Duo crura habet. Unum et duo. Nou, zo kan ik een hele biologieles geven over de olifant. Maar zie je, waarschijnlijk hoop ik dat je, ook als je beginner bent, best wel wat hiervan mee kan krijgen. En dat heeft mede te maken nu met de manier waarop ik het doe. Niet zozeer doordat ik vertaling geef, maar in eerste instantie dat ik het jezelf laat ontdekken door aan te wijzen waar ik het over heb. Daar het Latijnse woord bij te noemen, zodat je de klank daaraan kan koppelen. Ik beeld het uit bij mezelf. Ik teken erbij. Er zijn verschillende maniertjes waarop ik dus de tekst makkelijker kan maken. Ik doe het even iets informeel, ik doe het jasje uit en ik merk dat het mijn beperkingsvrijheid iets wat belemmert. Ja, op dit punt. Als er vragen zijn tussen, je mag het op de chat zetten, dus als er onduidelijkheden zijn. Nu is het zo dat ik op deze manier niet alleen woorden kan behandelen, maar zelfs grammatica. Dus hic est unus elepantus, sed hac in imagine, in hac pictura, is het pictura wel imago, imago, pictura, imago is beter hoor, beter Latijn dan pictura. Pictura komt van pingere, pingere is schilderen. En een schilderij in meer authentiek klassiek Latijn zou zijn een imago picta. Maar imago is het algemene woord dat we gebruiken voor een beeld, een afbeelding, een beeltenis. Dus ik dan zeg, in haak imagine, in deze afbeelding, in haak imagine, in haak pictura, non est unus elepantus, sed sunt, unus, duo, tres, quattuor, quinque, sunt quinque elepanti. Unus elepantus, duo, tres, quattuor, quinque. Quinque elepanti. Non unus elepantus, sed quinque elepanti. Quinque, ecce, est numerus romanus, quinque. Et nunc scribam, nunc scribo numerum arabicum. Bene? Quinque. Scribitur per QU, I, et est I longum, en Q, U, E, quinque, quinque. Hoc modo pronuntiatur, hoc modo scribitur, more arabico, et hoc modo more romanum. Er is de numerus romanus, numerus arabicus, et nomen numeri. Dat is vijf in het Nederlands simpelweg. Hic sunt quinque elepanti. Unus elepantus, quinque elepanti. Dus hier ben ik enkelvoud en meervoud, elepanti. En ik mag daarna, of mag, ik kan, over het algemeen zal ik dat zelf doen, vind ik dat zelf prettig, parallellen trekken met Nederlands. Dus naar woorden gaan, zoals Neerlandicus, Neerlandici, Classicus, Classici, Musicus, Musici en zo. Kunnen we waarschijnlijk op de chat nog meer woorden bedenken. Met een woorden die in Nederlands voorkomen, maar een Latijns meervoud hebben. Verder, ik kan naast enkelvoud meervoud, ik kan het over ook bijvoeglijke naamwoorden hebben. Oké. Esne elepantus? Non est elepantus. Hoc animal est mus. Ita, bene respondestis. Ergo est mus. Nou, ging ik iets anders schrijven. Specta. Mus. Ergo elepantus. Et hoc animal est mus. Nederlands, een muis. Mus. Lijkt erop. Mus. Mus est in... Nou, heb ik dit woord niet besproken net. Dat is wel jammer. Wat vaak gebeurt als ik dit soort trainingen, als ik een training hierover geef, ook met docent klassieke talen, dan
maken wat moeilijker. En vaak bijvoorbeeld aan een docent: quomodo haec pars corporis elefanti vocatur. Hoe heet dit lichaamsdeel van de olifant? En nou, soms zijn er klassen die het weten, maar meermaals niet. Wat prima natuurlijk is, het woord voor slurf in het Latijn komt niet zo heel vaak voor. Bij Livius vinden we onder andere manus. En manus is normaal gesproken het algemene woord voor hand, manus. Dus dit wordt als het ware de hand van de olifant genoemd. En dus een ander klassiek woord, en dat is proboscis. Voor slurf, proboscis. En dan proboscis, in dit geval die muis zit op die slurf, dan wordt het in, nou in voor andere woordjes in het Latijn, in proboscide. Merk hier ook weer op, voor mijn leerlingen, zeker de eerste lessen, is het niet interessant om te weten, of misschien wel interessant, maar niet nodig, en eerder leidt het af van wat we aan het doen zijn, om hier nou helemaal uitvoerig in te gaan op voorzetsels, en dat er naamvallen achterkomen, en welke naamval en wanneer dat dan voorkomt in alle regels. Maar hier belangrijk, je hebt dus een proboscis, muses in proboscide. De proboscis verandert in proboscide door het woordje in. Wat de mensen van vanochtend hadden met Italia, in Italia, met die A lang. Proboscis krijgt geen lange A, maar dan wordt het proboscide. Ergo muses in proboscide. Het is nemus magnus amparvus. Het is nemus magnus amparvus. Ik stel jullie nu zo'n A of B vraag. Dus die vorige twee slides waren voornamelijk vragen. Is het wel ita? Is het niet nan? Maar nu laat ik jullie kiezen. Est nemus magnus amparvus. Ita recte. Mus est parvus. Dus we hebben nu te maken met iets wat we een contrarium kunnen noemen. Dus magnus en contrarium tegenovergestelde parvus. Mus est parvus. Et est ne elepantus quoque parvus. Est ne elepantus quoque parvus. Nou, weer een nieuw woord. Ik gebruik nou quoque. Mus est parvus. Est ne elepantus quoque? Wat zou quoque dan zijn? Ik krijg allemaal goede antwoorden op de vraag, wat super is. Voor degene die het niet helemaal konden volgen, toch nog even bewerkstelligen wat quoque dan is. Ja, super, dank. Dus quoque betekent ook. Dus mus est parvus, die is dus sowieso al klein, dat hebben we al gezegd. Als ik dan vraag, est ne elepantus quoque? Parvus. Dan wil ik weten of de olifant ook klein is. En het antwoord wordt ook al goed gezegd. Non elepantus non est parvus. Sed, magnus, non è? Est animal enorme, ingens, maximum. Nou, zo, op deze manier met plaatjes kun je heel ver komen. Nou is het zo, dat hoe leuk dit misschien ook mogen zijn, dat je op deze manier, als je dit uren doet, of elke les doet, aan de hand van een plaatje, daar vragen over stellen en woordjes erbij zetten. Het is comprehensible input. Het kan tot op zekere hoogte rijk gemaakt worden, afhankelijk van je taalgebruik. Je kan heel veel input geven, maar een hele belangrijke voorbeeld, een van de andere vier voorwaarden waar we dan niet aan voldoen, is of het interessant is. Nou, kan het zomaar zijn dat je klas dol is op olifanten, dat ze dat heel leuk vinden om daar uren naar te luisteren, maar wat het beste werkt is verhalen doorlopen. En dat is wat ik een stukje met jullie wil doen. Ik heb een fabel uitgezocht, en best wel, dit is van Velus, dus niet makkelijk. Is ook uitdaging dan voor mij om dit op deze manier te doen, met als extra uitdaging dat ik jullie dus niet kan zien en niet weet hoe het aankomt. Ik ga hem eerst voordragen, de tekst, en dat is omdat ik eerst wil dat je het hoort. Dan vervolgens, ik zal deze even naar beneden doen, dan ben ik iets lichter. Dan vervolgens, die tekst is dan twee keer voor, dan heb je twee keer de tijd om te luisteren. Dan vervolgens ga ik het verhaal hervertellen, maar dan in mijn eigen bewoording, makkelijker Latijn. Kijk hoe ver we daarmee komen. Dan het stukje wat ik weet te behandelen op die manier. Zullen we daarna in het origineel nog bekijken. En dan kan ik daar nog wat andere aanvullingen op geven. Het grote voordeel daarvan, ik kan natuurlijk ook meteen zeggen, wat doe je nou moeilijk? Laat gewoon die tekst zien. En doorloop dat met ons. En dan beginnen we dus. Rana rupta et bos. Nou, en dan zouden we elk woord al dan niet moeten opzoeken in de woordenboek. Of ik zou elk woord moeten eerst moeten uitleggen. We kunnen dan de verschillende woorden doorlopen enzovoorts. Maar dan zijn we de tekst aan het ontsluiten via het Nederlands. Waar niks mis mee is, maar taalverwervingstechnisch is dat een gemiste kans. Want ik zou die tekst, als ik hem eerst voorlees, daarna liefst nog een keer voorlees, dan in mijn eigen woorden parafraseer. Tijdens het parafraseren meermaals de zinnen op meerdere manieren laat horen. Vervolgens de tekst in het origineel nog een keer met jullie gaan lezen en daarbij weer parafraseer. Kan ik dus die tekst, die ik al maar één keer behandel, in feite wel 5 of 6 of 7 keer behandelen qua input. En wat ik al zei, we verwerven taal door heel veel input. Dus mijn taak als docent,
taaldocent is mijn leerlingen en niet van jullie zoveel mogelijk input te geven. Die input moet dus wel begrijpelijk zijn, dus waarschijnlijk deze eerste stap is lastig. Maar dit is dan misschien leuk voor de docenten klassieke talen. Sommigen zullen de tekst kennen, dan is het natuurlijk geen kunst dat je begrijpt wat ik zeg. Voor anderen die zullen misschien flarden ons kunnen verstaan. En dan tot slot ja, is het toch vaak wel confronterend, zeker als je niet gewend bent om naar gesproken Latijn te luisteren, hoe weinig je er in eerste instantie van begrijpt. En dan straks, als ik hem aan het eind nog een keer voorlees, dan zal, als het goed is, je het wel beter kunnen volgen. We zullen zien hoe ver we komen. Want ik zie ook, het gaat echt heel hard met de tijd. Titulus est de rana quae se inflavit. Inops potentem dum vult imitari, erit. In prato quondam, rana conspexit bovem. Et tacta invidia tantae magnitudines rugosam inflavit bellem. Tum, natos suos, interrogavit. Amboe esset major. Illi negarunt. Russus intendit cutem, majore nisu, et simili quae sivit modo. Quis major esset? Illi dixerunt, boem. Novissime indignata, dum vult validius inflare sese, rupto jacuit corpore. Iterum legam, lees hem nog een keertje. De rana quae se inflavit. Inops, potentem dum vult imitari, perit. In prato, quondam, rana conspexit boem, et tacta invidia tantae magnitudinis rugosam inflavit pellem. Tum, natos suos, interrogavit, ambove esset latior. Illi negarunt. Russus intendit cutem, maiore nisu, et simili quae sivit modo, quis maior esset. Illi dixerunt boem. Novissime indignata, dum vult validius inflare sese, crupto jacuit corpore. Wat ik al zei, mogelijk dat de mensen niet meteen begrijpen, maar ik denk dat het merendeel nu zoiets zal hebben van, nee, ik ben je kwijt. Dat is ook de bedoeling. In die zin, om te laten zien dat je straks dan progressie maakt. Dus, wat ik dan op dit punt zou doen, want ik probeer een beetje te combineren en om de les te laten zien hoe zo'n les er dus uitziet, maar voor de docent een beetje te ondertitelen, omdat het soms eruit ziet, ja, je doet maar wat. Maar er zitten dus allemaal technieken en ideeën achter. Ik zou in eerste instantie het verhaal dus nu zelf gaan vertellen. Ik zelf vind het fijn om veel gebruik te maken van tekenen. Ik heb eerder veel gewerkt met plaatjes, maar dat kost veel tijd om dat allemaal op te zoeken op Google om de juiste plaatjes te vinden. En met tekenen kan je, ja, tijdens het tekenen brengt wat meer rust in je les. En je kunt dan ook beter uitvergroten of nadruk leggen op de dingen die je wil. Maar het is een persoonlijke voorkeur, hè? Het is wat je fijn vindt. Nou heb ik net in de pauze me al heel erg uitgesloofd en heb ik een rana getekend. Ecce est rana. Non est elephantus, neque est crocodilus, neque est et non. Non est elephantus, neque est crocodilus. Dan gebruik ik het woord neque. Nu merk ik dat de camera iets wat aan het focus is, komt omdat hij het moeilijk vindt om en het bord goed te zien en mij als ik beweeg. Neque. Ik hoop dat het een beetje leesbaar is. Is het leesbaar? Ja, dus neque is en niet, nog in het Nederlands. Dus ik zeg, est rana, non est elephantus, het is een kikker, het is dus geen olifant, neque crocodilus, het is dus ook geen krokodil. Nou, hoor ik heel veel docenten denken, vanuit mijn camera en mijn boxen en mijn beeldscherm, ja, maar ik kan niet zo goed een kikker tekenen. Ik zeg dan dat dit het meest mooie is, maar dit is best wel een uitgebreide kikker. Zoveel tijd heb je ook niet tijdens de les. Dus wat je normaal gesproken zou doen, is het dus veel rustiger opbouwen en simpeler tekenen. Dus we beginnen. Simpel. Ecce est rana. En dan ook hier wat ik zei, afhankelijk van dus de tijd. We hebben nou niet veel tijd. Dan kan je hem natuurlijk mooier maken. Maar er zullen weinig leerlingen zijn die hier geen kikker in zien. En ik vertel het ook. Het helpt ook soms om toch ook in het Nederlands te vragen, wat is dit? Wat heb ik nou net getekend? Wat moet het voorstellen? Omdat als je het in Nederlands al niet herkent, dan kan ik wel zeggen dat het een rana is, maar dan schiet je er ook nog steeds niet meer op. Dus het is belangrijk dat je zo helder mogelijk, maar gewoon schematisch, maar dat het duidelijk genoeg is. Bene ergo rana. Et rana est in prato. Ik rana quae est
in prato. Okay, a new word, pratum. Pratum. Pratum est campus cum herba. Campus herba opertus. Met gevorderde leerlingen, ik zou normaal Fedelus niet de eerste les doen natuurlijk. Maar dan moet je al wat verder zijn. Het fijnste is als je bijvoorbeeld heel het basisboek Familia Romana uit hebt. En al een flinke basiswoordenschat hebt. En dan kan ik bijvoorbeeld een woord als pratum uitleggen met, op basis van die basiswoordenschat. Campus cum herba, dus een veld met gras. Dus open veld waar gras groeit, laag groeiend groen. Dat noemen ze in het Latijn een pratum. En dan zie je ook als ze dat groen afhakken en laten drogen in de zon, daar komt dan het hooi vandaan. Pratum. Pratum, algemene woord, is voor een weide. Het in prato, dan zeggen we pratum. Als je er weer in voorzet, verandert het woordje weer. Dan gaan we in prato, est rana. Sed non solum rana, sed etiam, alia animalia. Non solum, sed etiam. Niet alleen, maar ook. Voor nu de rest van het verhaal, niet heel belangrijk. Komen we zo. Dus sunt etiam alia animalia. Et quae sunt ea alia animalia, boves. Ergo. Ook hier, maak het gewoon even simpel. Ik heb wat mooiere koeien getekend. Ik kan het ook laten zien. Ik heb vaak van tevoren dat ik oefen. Oh, zo dichtbij hoeft het niet eens. Dat ik van tevoren, voordat ik dit soort dingen doe, dat ik eerst dat oefen, verschillende schetsjes maak, voordat ik dat live dan ga doen. Maar je ziet dat wat ik heb bedacht om te tekenen, dat dat nu op het bord anders uitpakt. Maar voor het verhaal maakt niet uit. We kunnen zelf zeggen, als we kijken naar het Venetische schrift, eerst dus de Alep, wat stond voor een rund. Als ik dit nou zo doe, en ik zeg hierbij dat dit mijn rund is, mijn bos. Ja, als het maar begrijpelijk is, dat is het belangrijkste. Dus in Latijn, een rund is een bos. Dus we hebben een rana en een bos. Bos est in prato, et rana est in prato. Et rana se comparat cum bove. Se comparare. Comparare, daar zit natuurlijk een stukje compare in, wat je misschien vanuit het Engels al kent. Dus als we zeggen rana se, zich. Rana se comparat cum bove. Dan moet dat zoveel betekenen als dat die kikker zichzelf aan het vergelijken is met dat rund. Rana se comparat cum bove. Et rana, rana tam magna esse vult ut bos. Tam magna, correcte Latijn zou zijn, tanta esse vult quam bos. Eerst maar dat vult. Wult is het algemene woord voor willen. Rana wult is de kikker wil. Ik weet wult, rana, wat wil die kikker? Rana wult tam magna esse, quam bos. Hij wil tam magna, net zo groot zijn, quam bos. Als dat rund, als die koe. Rana se comparat cum bove, et tam magna esse wult quam bos. Esne rana tam magna, wel tanta, quanta bos. Esne rana tam magna, quam bos. Ita annon. Is de kikker net zo groot als dat rund? No, minime, non est. Rana, non est magna, set rana est parva. Est parva rana, ita. Et bos, esne bos magnus am parvus. Ik heb iets wat vertraging op de lijn, dus ik zal even iets langer wachten. Iet, optime. Bos est magnus. Rana autem parva est. Bos est magnus. Ik weet niet of jullie hem hoorden eens tussendoor. Rana autem. Autem is een variant voor set. Dus ik kan nu, omdat we eerder set al hebben gehad, kan ik autem uitleggen met set. Alleen, set zal aan het begin van een zinsdeel willen staan. Dus bijvoorbeeld, non est crocodilus, set. Elephantus, terwijl autem liever op de tweede plek in de zin wil staan. Dus dan zeg ik, bos est magnus, rana autem, parva. En zo op die manier, tussendoor, ik probeer de taal zo rijk mogelijk te maken. Dus summarium, iterum, rana est in prato. Et in prato, quoque est bos magnus.
et rana se comparat cum bove, et tam magna tanta esse vult quanta bos. Tam magna quam, ik weet niet waarom ik kwam, heb verlaten hier. Kun je ook zeggen, tanta, puntje, puntje, puntje. Ik ben van stift gewisseld, puntje, puntje, puntje. En dan krijg je tanta, quanta. Dat is een combinatie in het Latijn. Dat betekent net zo groot. Dan moet ik de laatste door de kikker heen schuiven. En dit, quanta is dan als, net zo groot als. En inderdaad, aanvulling autem, omdat het op de tweede plek in de zin komt, is dus minder sterk, minder zwaar als dat zend. Ik kan je Nederlands weergeven, maar daarentegen echter. Dus super de suggesties om op de chat. Rana se comparat cum bove, et tanta esse cupit vel vult quam bos. Sit non est, quia rana est parva. Ergo, non est difficile, ergo, voor conclusie. Dus, ergo, rana se inflat. Se inflat. Ik had het net zo groot als even weg, anders dan is mijn kikker niet goed meer te zien. Benne, rana. Animam ducit in pulmones. Ademt in, laat adem in zijn longen, in zijn pulmones. Het se inflat. Je hebt flare in het Latijn. En flare is een beetje onomatopees. Flare is blazen. En dan kan je ook erin voorzetten. En dan betekent eigenlijk intus flare. Naar binnen blazen. Dus eigenlijk jezelf opblazen. Rana se inflat. Je kan ook, wat Veteren straks in het origineel doet. Die zegt cutem inflat. Hij blaast zijn huid op. Et paululum majore. Facta est rana. Paulum is een beetje major. Dus we hadden net rana est magna. En als we nou gaan vergelijken, dan kunnen we dan zeggen, hij is nou een beetje major. Major is nu een vergrotende trap. Zoals wij kunnen zeggen, groot, groter. Magnus, magna in dit geval, major. Rana paulum een beetje major is. Et interrogat, zoals infantes, zoals liberos. Dus hier zijn babykikkertjes. Ook hier, voor de zekerheid zeg ik het erbij, dat mensen weten wat het is. Maar even een beetje schematisch. Sonta filii. Filii rana. Dus familia rana. Et mater. Et pater. Non muto rapid rana. Interrogat. Interrogat. Interrogat is vraagt. Interrogat natos. Interrogat filios. Stelt de vraag aan zijn of haar kind. We noemen even haar. Rana is vrouwelijk. Stelt de vraag aan haar kinderen. Zijn moeder vraagt aan haar kinderen. Sumne. Ego, tanta, quanta bos. Sumne ego tam magna, quam bos. Et infantes, vel liberi, capita quatuunt, te digo, non, tu non es, tu non es tam magna, quam bos, non es tanta, quanta bos. Dus, wat wil zij weten? Num sum, sumne, hier komt dat ne weer achter, wat we net hadden met est ne elepantus, is het een sum is ik ben, en dat men maakt het nu varen. Ben ik? Sumne tam magna, of dus tanta quam bos. Tanta staat voor tam magna. Ben ik net zo groot als die koeder? Et infantes negarunt, negaverunt. Die komt no. Negare. Negare betekent ontkennen, nee zeggen, negant. Et mater rursus, iterum, de nuovo. Rursus. Is weer, wederom, opnieuw. Het rursus se inflat. En ja. Het is wat het is.
Rursus est inflat. Et Rursus filios interrogat. Uter major est. Ego ambos. Uter major est. Nou gebruik je het vraagwoordje uter. Uter is quiz. En dan moet je ook natuurlijk quiz kennen, maar quiz betekent wie. En dan uter is quiz e duobus. Wie van de twee? Dus zij vergelijkt zichzelf nou met die koe. En in het Latijn is er een apart type woorden. Het zijn er een aantal. En die geven aan dat je uit twee dingen of twee mensen of twee dieren kan kiezen. Wie van de twee? Dat is een oud overblijfsel. En nu omwille van de tijd, ik vertel jullie graag heel veel meer over het Indo-Europees en allemaal andere aspecten die hierbij komen kijken. Maar het is een oud overblijfsel. Je had zoiets als een dualis, een tweevoud. En dit zijn oude vormen in het Latijn waar dat tweevoud nog een beetje voelbaar is. Het zit natuurlijk in duo. Je hebt ook het woord ambo in het Latijn, beide. En je hebt uter, uterque, neuter, alter. Dat zijn allemaal woordjes die je alleen maar kunt gebruiken in het geval van twee. Moeten we aannemen, is zo. Dus hier, hoewel Velus zelf quiz schrijft, maar ja, hij is een native speaker en hij kan zich bepaalde fouten tussen aanhalingstekens, hij kan zich wat vrijheden permitteren. Hij zegt daar weliswaar quiz. Hij heeft een metrische reden, omdat hij ook dit verhaal metrisch heeft geschreven. Uter past daar niet. En hij weet zelf heus wel dat uter daar beter zou zijn. Maar qua contextbetekenis komt het op hetzelfde neer. Ander leuk verschijnsel. En we hadden net het woord voor huid, wat eventjes voorbij kwam, dus cutis. Als we het origineel van Velus lezen, dan heeft hij het zowel over pellis als cutis. En als je heel braaf je woordlijstjes hebt geleerd, dan leer je voor pellis, dat waar ons Nederlandse woord pels van af is geleid. Dus eigenlijk vacht, dat is huid met haartjes erop, met haar erop. En cutis is meer nuda, naakt, blote huid, zonder haartjes erop. Dat is bijzonder dat in het geval van de kikker, in het origineel dus bij Velus, er gesproken wordt van zowel pellis als cutis. En tegelijkertijd, hoe gek dat ook is, als je aan de letterlijke betekenis houdt, is dat vreemd, maar je moet het meer breed zien. Nou, Velus gebruikt beide woorden dus nu voor huid. En om te variëren, omdat dat woord een paar keer in de tekst voorkomt, maakt hij van beide gebruik. Hij rekt zijn huid op. En de ene keer spel is, dan een keer goed is. Het is niet dat hij de ene keer dan haar heeft en de andere keer geen haar. Maar het is een synoniem. Een andere situatie. Bene, en bo. Rana. Itrum se inflat et interrogat infantes sumne tanta quam bos. Wel, uter major est. Bos an ego. En jullie hadden al geantwoord. Dus wie is er groter? Ego aan bos. Ik of dat rund. Dus die rana denkt dus al, die kikker denkt dus al dat ze al groter is dan die koe. Wat natuurlijk niet het geval is. Hoewel mijn verhoudingen hier op de tekening, ze is er al bijna. Maar je moet voor die kikkers staan natuurlijk stuklijnen. Et iterum infantes negarunt, negawirunt. Die komt, non, tu non es tanta quanta bos. Et mater, es ne mater, laita an tristis. Es ne laita an tristis. Propter responsum. Ita. Es tristis. Verdrietig. Trist. Ons Nederlands woord trist is van tristis afgeleid. Es tristis. Natuurlijk verdrietig, want ze wil zo groot zijn als de rund. En iedere keer vertellen de kinderen dat ze dat niet is. Ergo, Rursus set nunc maior nisu se inflat et displodit. Displodit. Ergo, partes ranae, ik zond oculi, ik zond crura, et est pellis, wel cutis, displodit. Ik zal het niet te graphic maken dat ook voor jeugdige kijkers het filmpje geschikt blijft. Maar inderdaad, displodit is een woord voor ontploffen, uit elkaar ploffen. Ook hier etymologisch heel interessante dingen over te vertellen, dat plodit, zoals sommigen van jullie zullen weten, komt eigenlijk van plauderen. En plauderen, het plauderen manibus. Dat hoop ik natuurlijk dat jullie na deze les dat zullen doen. Thuis, ik het niet kan horen. Maar plauderen is natuurlijk waar ons woord applaus vanaf komt. Je zou misschien ook denken hier, oh, bestaat er dan niet zoiets in het Latijn als explodit? Wat natuurlijk explosion en exploderen in het Nederlands is gaan betekenen. Maar explodit, en nu wil ik kort even laten zien als dat nog kan. En dan moeten we richting afsluiting, want anders duurt het te lang. Hier is een heel mooi woordenboek. De link is niet te lezen op deze afstand, denk ik. Maar het is een woordenboek van Fortellini. Ik heb de oude editie
in 5 delen van Zico Zilver Zulke Dikke Turven. Heel trots daar in mijn kast staan, in andere ruimte. Maar dit woordenboek is volledig gedigitaliseerd. En het aardige is, het is Latijn-Latijn. In het beginsel niet zo handig. Ik moet ook zeggen dat voor leerlingen het gebruik van een woordenboek leren, hè, om ermee om te gaan, is belangrijk. Maar pas in de latere fase. In de eerste instantie is het belangrijk dat de docent zoveel mogelijk, of de methode, de woorden verduidelijkt. Maar om hier dat explodere te laten zien, staat er explodere is plaudendo, seu magno edendo clamore ne hicere. En dan staat er eigenlijk dat explodere, wordt hier uitgelegd met andere woorden, dat is plaudendo, door te klappen of te applaudisseren, of door een ander groot geschreeuw of lawaai te laten horen, iets e hicere. E hicere is letterlijk wegwerpen, rehicere, wegwerpen, dus afwijzen. En dan, als je doorleest, geeft hij een hele verhandeling over dat dit werd gedaan bijvoorbeeld als een acteur tijdens een komedie niet goed in het ritme danste. Dan kon je hem dus een soort wegklappen, uitjoelen. En in die zin, als je een modern woordenboek kijkt, zoals van Harm Pinkster, dan vind je bij exploderen als eerste betekenis het uitfluiten van bijvoorbeeld een histrionem, een acteur. Maar exploderen zelf betekent helemaal niet uitfluiten, want dat vind je hier bijvoorbeeld. Hier vind je een stukje exsibilatur, het exploditur, dat die acteur uitgefloten wordt, uitgejouwd wordt, nee, exploditur. Dus, hier dus de eerste betekenis misleidend, in die zin als je het vanuit het Nederlands het Latijn wil begrijpen, want het lijkt nu dat het iets te maken heeft met fluiten. Dan metaforisch dus verwerp of afkeuren, dat is wat het betekent. En poëtisch wordt het ook gebruikt voor verjagen of verdrijven. Met andere woorden, als ik wil zeggen dat die kikker explodeert, moet ik dus niet in het Latijn zeggen explodit, dat past daar niet goed. Terug nog even naar ons verhaal, dan gaan we richting af. Dit is in grote lijnen, want hier eindigt bij Phaedrus het verhaal. Die kikker is geëxplodeerd en dat is dus haar lesje. Als we de echte tekst erbij halen, die is een stukje moeilijker. Maar dat is iets waar we dus wel naartoe kunnen werken op deze manier. Phaedrus begint met de clue, dus dat een inops, iemand die niet potens is, maar inops, die is in machteloos, zwak, dat hij, wanneer hij een machtig iemand wil nadoen, wil imitari, perit, dat dat dan zijn ondergang betekent. En dan krijg je het verhaal dat quandam op een keer, in prato, op een weide, een rana conspexit bovem, een kikker, een rund zag. En tacta invidia tanta magnitudinis, letterlijk aangeraakt, dus gegrepen door jaloezie van een zo grote omvang, blies hij zijn rugosam pellem, zijn rimpelachtig, een ruga, ik heb hier een hele grote ruga. Een ruga is een rimpel. En de huid van een kikker is een beetje rimpelachtig. Dus rugosam pellem, maar let op, pellem is dus die pels, die vacht, terwijl de kikker dus geen haar heeft. Dus hier moet je het meer zien als synoniem voor cutem. Blies hij dus zijn rimpelige huid op. Toen natos suos interrogavi, toen vroeg hij aan zijn natos, zijn filios, aan zijn kinderen, aan boven en zet latior. Of hij dan het rund was breder. Oftewel, of hij dus groter was dan die koe. Iline garunt. Zij ontkennen. Dus zij zeggen, nee, je bent niet groter dan die koe. Het rusus intendit cutem. En weer rekte zij haar huid op. Majore nisu. Maar nu met een grotere krachtinspanning. Normaal, zou ik dit allemaal rustig met synoniemen en antoniemen uitleggen. Maar we moeten richting afronding. Het simili quae sivit modo. En op soortgelijke wijze vroeg ze, quis major esset. Wie er groter was. Dus Drunt of ikzelf. Imi dixerunt, en zij zeiden toen, Bobem. Ah, die koe, Drunt is groot. Novissime indignata, en tenslotte, helemaal hierbij teleurgesteld, vindt dat dus eigenlijk dat het niet kan. Doen woelt validius in flares is, hè? Terwijl ze dan zichzelf nog meer kracht, nog krachtiger, weer wil opblazen. Rupto jacuit corpore. Lag ze daar? Rupto corpore, met letterlijk gebarsten lichaam, dus uiteengespat lichaam. Het aardige hier qua woordvolgorde in het Latijn, dat liggen ligt hier letterlijk tussen dat lichaam in. Dus ze ligt daar en je ziet dus al die stukjes, als het ware hier ook in het Latijn, rupto en corpore, zo, om dat liggen heen liggen. Dus de woordvolgorde geeft een extra kracht aan de betekenis van het vers. Nou, dit is uiteindelijk waar je naartoe werkt. Maar je kan dus door een simpelere versie hiervan te maken, een zogenaamde embedded reading, kan je ook al met eerdere, lagere groepen en beginners dus dit soort fabels al lezen. En zeker als je het dus illustreert aan de hand van tekeningetjes, plaatjes en dergelijke. En dat brengt ons dan, als we voor degene die... dan moet ik dat even niet zo doen.
Voor degenen die vanochtend er dus bij waren, dan is het cirkeltje in die zin dus rond. Dan op deze manier lesgeven, dan geven we dus input die begrijpelijk is, die rijk is, dus niet makkelijke zinnetjes per se, als maar begrijpelijk, maar dus ook voegwoorden, gewoon rijke taal. Het is overvloedig, dus veel verschillende vormen daarvoor. En om dat dus te doen, heb ik gebruik gemaakt van verschillende dingen, voor zover mogelijk, omdat ik kan jullie nu niet zien. Ik kan jullie moeilijk vragen stellen. Ik heb wel geprobeerd, zeker in het begin, maar later toen zag ik, het is altijd, om het rustig aan te doen. Ik heb zinnen anders geformuleerd, het algemeen makkelijker gemaakt. Ik heb gebruik gemaakt van een beperkt woordenschat. Niet in het origineel, maar in mijn simpele verhaal. Ik heb de betekenissen gelinkt aan Nederlandse betekenissen en aan Engelse en alle mogelijke verbindingen die we maar kunnen hebben met en associaties die we kunnen hebben met andere talen. Er zitten soms ook valse vrienden tussen. En zoals dus disploderen, exploderen. Dat je denkt, oh, exploderen is ook exploderen, maar dat was het dan dus niet. Ik heb tegenovergestelde gegeven, magnus parvus. Grammatica kort over uter bijvoorbeeld, dat het alleen maar gebruikt bij twee dingen of twee woorden, maar ik heb niet daar een hele les aan besteed. En tussendoor, ja, het is een beetje afhankelijk van het verhaal, maar over het algemeen heb ik geprobeerd om een expressie te gebruiken, bijvoorbeeld bij laeta en tristis. Dat is niet echt persoonlijk, maar dat is inherent aan deze manier wel lesgeven. Ik heb gebaren gemaakt, ik heb erbij getekend. In dit geval attributen erbij gebruiken, dat was wat moeilijker. Maar dat hebben we het wel gedaan toen met de voorbeelden van het gaan staan, zitten, dat je dan een stoel gebruikt. Dat brengt ons dan aan het einde van deze demonstratie. Wat ik al zei, is nog veel meer te doen en te laten zien. Maar het geeft denk ik een beeld en van hoe een les Latijn, en dus voor Grieks ook, eruit kan zien. En zeker op de langere termijn zorg je ervoor dat zonder dat leerlingen dus rijtjes en woordenlijstjes hoeven te stampen, toch al die stof in die kopjes krijgen. En ook veel langer blijven vasthouden. Er zijn verschillende testen ook mee gedaan. Dat op korte termijn leren van een toets, dat kunnen veel leerlingen. Langere termijn blijkt dan toch dat die gestampte kennis, die vaak een dag van tevoren pas die kopjes ingaat, na een paar weken alweer verdwenen is. Terwijl op deze manier, als je elke les een verhaal vertelt, dat dan ja, die woorden veel langer en beter blijven staan. Als je hier meer over wil weten, dan verwijs ik u natuurlijk heel graag door naar onze website, adisco.nl. Een heel uitgebreid lesaanbod voor scholieren, in de zin van bijles, examentraining, ook voor volwassenen, belangstellenden. We starten vanaf volgende week. We hebben een soort tussenprogramma, corona-rooster. Kan je Latijn dus op een actieve manier leren. Met nogmaals, niet als doel om te spreken, maar om het te leren lezen op een natuurlijke manier. Later dit jaar zullen we ook een cursus Ovidius, Virgilius en ook een voor mensen die het wel heel leuk vinden om te spreken, echt een spreekcursus geven. En een heel uitgebreid nascholingsaanbod voor docenten. En in de zomer, als je helemaal los wil, dan hebben we een onderdompelingservaring. En hopelijk dat tegen die tijd met de coronamaatregelen en zo het misschien er al wat anders uitziet en dat we dit jaar de zomerschool dan, of laat ik komend jaar de zomerschool wel door kunnen laten gaan. En dan word je volledig ondergedompeld. Nogmaals, super, super dank voor jullie aandacht. En dank voor alle mensen die heel driftig hebben getypt in de chat. Dat deed me goed. Dat maakt het toch nog iets persoonlijker. En nogmaals, ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van wat actief Latijn betekent en wat de mogelijkheden zijn voor een les. Want er is natuurlijk nog veel meer, maar de tijd is beperkt. Gracias, Obisago. En ik hoop dat we elkaar nog eens zien of spreken op een later moment. Dag allemaal. Ja, de chat blijft nog even open hoor, maar ik ga de stream ga ik uitzetten. Tenzij er nog vragen zijn die mensen willen stellen op de chat. Maar excuus voor de uitloop ook iets wat. Dag, allemaal dank.